We hebben weer een superleuke Mini Cooper SE binnengekregen in de kleur White Silver. Dit is hem. Hij komt uit 2021, heeft 16.000 kilometer en heeft 184 pk. En hij kost 29.990 euro, maar loop even met me mee rondje rondom de auto. Zoals je ziet, het is de kleur White Silver. Hij heeft de zwarte accenten, dus dat zie je terug bij de koplampen en bij de grill aan de voorkant. Hij heeft zwarte lichtmetalen velgen, ze zijn 16 inch. Dan komt het weer terug, het zwarte dakhemel met de zwarte spiegels. Ze heeft wel altijd die zilveren omlijsting, ja, natuurlijk ook de zwarte deurgrepen. Nou, we gaan even naar de achterkant van de auto. Nou, hij is uitgerust met de Union Jack achterlichten. Ik laat ze even oplichten. Dan zie je natuurlijk hier weer het SE logo terugkomen en het zwart komt ook weer. Het Cooper S logo in het zwart. Zoals je ziet, hij heeft parkeersensoren aan de achterzijde en hij is ook uitgerust met een camera. Dus waardoor hij dus automatisch kan inparkeren, want hij heeft aan de voorkant heeft hij ook parkeersensoren. Dus dan heeft hij de optie om automatisch in te parkeren. Nou, hier doe je laden. Dat zie je aan de leuke E op de auto. Ga ik je even het interieur laten zien? Stap maar in. Nou, de auto is uitgerust met een half leder stoffen interieur. Nou, dus zoals je ziet, zit hier het leder en dit is het stof. Het zijn hele mooie stoelen. Je hebt ook de optie om nog voor de langere mensen met langere benen, dan wil ik extra ruimte op de benen te geven. Nou, stap in. Hij is uitgerust met bomvol opties. Nou, ik ga hem even starten. Er komt helaas geen geluid, want het is een elektrische auto. Maar dan kun je wel heel mooi zien wat voor een opties de auto allemaal heeft. Nou, zoals je ziet, hij heeft de lettering. Die zit weer hier. Die kun je weer bedienen met het knopje. En dan kun je hem weer een andere kleur geven. In het donker zie je dat beter. Dan is het ook in de deuren en bij de voeten. Nou, even naar de middenconsole. Nou, dan heb je de scene. Hij heeft de parkeersensoren. En zoals je ziet, hier heeft hij dus enkel niet de sensoren. Maar je kan ook de camera dan aanzetten. Hij heeft ook de camera waar die je hulp geeft met inparkeren. Nou, even terug naar hoofdmenu. Hier kun je dus zien wat de auto dus allemaal gehad heeft. Kun je naar auto instellen, kun je de auto configureren. Autostatus kun je zien wat de bandenspanning is of wat de auto nodig heeft. Of er, hij heeft alle servicebehoeften, doet hij nog voldoende aan? Of heeft hij bijvoorbeeld meldingen? Nou, hij heeft nu bandenspanning aan bijvoorbeeld. Dan heb je ook nog de optie om je Apple iPhone te koppelen. Dan heb je Apple CarPlay in de auto. Dus dan heb je eigenlijk al je apps van je telefoon in de auto. Daar hebben we ook een YouTube video over gemaakt. Daar kun je ook even op ons YouTube kanaal zoeken. En verder is het gewoon een touchscreen. Je kan natuurlijk ook gewoon je Samsung koppelen of je andere Android telefoon. Heb je gewoon ook jouw muziek in de auto. Nou, hij is uitgerust met stoelverwarming. Twee klimatiseringssystemen. Hij heeft achterruitverwarming, de airco. En natuurlijk ook stoelverwarming aan de andere kant. Nou, dit knopje dient voor de hoge recuperatie. Dit is, zoals ik zei, een volledig elektrische auto. Die dus remt als je de gas loslaat. Nou, je kan dus ervoor kiezen om dat hard of zacht te zetten. En ja, dat is eigenlijk gewoon naar eigen wat je zelf fijn vindt. Nou, dan heeft hij ook nog het leuke Sport en Green stand. Nou, de Sport en Green stand. Nou, Green is als je wat zuinig wilt laten rijden. Heb je Green Plus. Dan schakelt hij alles uit wat niet nodig is. Zodat je nog extra meer actieradius hebt om het te halen. Dan heb je de middenstand. En je hebt de sportstand, maar dan verandert de naam dynamiek ook meteen. Hij is dan natuurlijk een stuk sneller qua optrekken. Het verandert niet veel aan de ophanging, maar het is natuurlijk, hij maakt hem net iets sportiever. En het is gewoon een Mini. De elektrische Mini heeft dat go-kart gevoel. Gewoon ook gelijk je gewend bent in een normale Cooper S of in de John Cooper Works. Het is alleen elektrisch, dus het is groen. Nou, dan gaan we naar het stuur. Het stuur heeft, zoals je kan zien, het is een wat strakker stuur, een moderner stuur. Hij heeft aan de linkerkant vind je de cruise control terug met de limietknop. En aan de rechterkant kun je de telefoon opnemen, kun je spraakbediening doen of het volume harder en zachter zetten. In het midden, nou, het is een automaat, het is een elektrische auto. Hiermee kun je de iDrive bedienen. En je hebt een elektrische parkeerrem. Dus die doe je, als je de rem inhoudt, omlaag gaat hij af. En zo gaat hij op. Hij heeft in het midden nog een extra armsteun met een extra opbergvakje. Even zien, hebben we dan alles gehad? Nou ja, zoals je ziet, hij is mooi afgewerkt met beige
dakhemel. Verder is het volledig piano zwart interieur. Nou, heb jij interesse in deze auto? Of wil je graag een proefritje maken? Dat kan. Nou, de prijs zoals ik zei is 29,99 of €347 per maand. Dat is gebaseerd op 8 maanden. Afbetaling met een aanbetaling van €5.000. Dit kun je natuurlijk helemaal zelf samenstellen. Je kan altijd vrijblijvende financieringsaanvraag doen bij ons via de website. Dan helpen we je altijd graag verder. Heb je interesse? Zou je graag meer informatie willen over deze auto? Surf snel naar de website www.daveromaastricht.nl of kom snel langs in de showroom. Doei!